krijg je hier zo een... Ja, het heeft ook te maken, je krijgt ook plekjes, maar het is eigenlijk, er is een verschil in de manier waarop dat je het krijgt. Lepra, dat kan je krijgen bijvoorbeeld doordat je hoest of zo, dus echt een bacterie. En berklepra, hoe kan je dat krijgen? Ja? Door parasiet. Ja, wel, als je gestoken wordt door een zandvliegje. Dus dat heb ik bijvoorbeeld vorig jaar in Nicaragua gezien. Dan heb ik mensen gezien die berklepra hadden. En dat is natuurlijk vooral in, ja, bijvoorbeeld op de bergen waar het heel vochtig is, heel warm is. Daar zitten die zandvliegjes en die dragen dan zeg maar die ziekte mee. En als je daar geprikt wordt, dan kan je dat dus krijgen. En dan TBC of tuberculose. Weet iemand wat dat is? Ja, het is ook een armoedeziekte. Ik ben natuurlijk zelf geen dokter. Maar wat ik ervan weet, het is een armoedeziekte, ja? Je gaat heel vroeg zweten zonder dat je iets hebt gedaan. Ja, dus je kan daar best heel ziek van zijn van TBC. Je kan dat op je benen hebben, je kan dat op je longen hebben. Het is ook een ziekte die bijvoorbeeld als iemand besmet is, stel je slaapt in dezelfde kamer en die persoon die ziek is, die hoest, dan kan het zijn dat er van die bacillen overgaan naar de volgende persoon door die hoest en dat je dat zo kan overkrijgen. We kunnen dat zelfs in België ook krijgen, maar meestal zijn we er wel voor gevaccineerd. Dat wil zeggen dat we er een spuitje voor hebben gekregen als je klein bent. En meestal zijn wij ook wel heel, is onze immuun.